de wedstrijd Sporters tegen Taleden. Uitslag 0-0. Praten we na met Atje Intrum, Maurice Lezemanuaya. Maurice, vorige week natuurlijk al een gelijkspel. Vandaag Taleden thuis. Hoe stuur je jongens op pad vandaag? Met dezelfde boodschap als vorige week. Alleen wel geprobeerd om ook meer naar het resultaat te kijken. Vorige week lag het accent natuurlijk meer op de collectiviteit, de sfeer. En dat was er ook volgens mij vorige week. Inzet was goed. Dus ja, we proberen dat stapje verder te maken. Om te kijken om toch... Ja, net al tegen Joran ook verteld. We hebben vandaag een hardwerkend sporters gezien. Streden voor elke meter. Knokten voor elke bal. Waren fanatiek. De wil om te winnen was er. Ja, nou dat was ook de boodschap die we hadden meegegeven. In ieder geval de inzet moeten zijn, echt ervoor willen knokken. We zouden ook vandaag gewoon echt elke meter moesten strijden voor wat er waard zijn. En dat hebben we geprobeerd neer te zetten. Even een vraagje terug. Voor een paar weken geleden is natuurlijk de trainer op non-actief gezet. Hoe kwam het bij jou? Hebben ze een gesprek met je gehad ervoor? Van joh Maurice, we zitten even in de problemen, weer het overnemen? Hoe is dat gegaan? Ja, zo ongeveer eigenlijk. Jij zei natuurlijk gelijk ja. Ja, kijk, Sportless is gewoon mijn clubpie. En ik zat natuurlijk al gewoon bij de selectie, weliswaar bij het tweede, maar ik was wel degelijk bij het eerste betrokken. En weet je, daar hoef je niet eens echt over na te denken. Dat doe je. Als ze jou vragen van wil je dan voor het eerst dan, dat doe je. Ja. Hey, de samenwerking met Martijn Smaling. Hoe is de werkverdeling op het trainingsveld binnen jullie? Ik kan me voorstellen, Martijn, jongen met een schat aan voetbalervaring natuurlijk, ja. Die loopt met iedereen een praatje te maken. Hoe is jullie samenwerking? Nou, laat ik even opstellen dat samenwerking gewoon super is. En dat is ook de reden, ik wil dat ook heel graag ook met hem doen. En Martijn is gewoon een hele belangrijke factor, zowel op de training, maar ook op de zaterdagen. In principe op de trainingen doe ik de training uitzetten. En hij coacht daar ook in, dus dat doen we gewoon gezamenlijk. En ook op de zaterdag doen we ook de coaching daarin gezamenlijk. Jij als sporter is maar naar hart en nieren. Wat heeft Zweden gedaan vanochtend? Ja, gelijk. Helaas, weer gelijk. Hey, veel succes volgende week tegen Zwaluwe volgens mij. Ja. En in ieder geval vandaag weer een puntje, je bent nog ongeslagen. Ja, dat is wel zo. Ja. Hey, dank je wel.